hier van Bastion van Delzen, Cornelis, Hofringa. En dan komen de mannen hier langs geblazen om een oorverdovende wijze. En die mag ze dadelijk even de handen omheen brengen als ze hier voorbij komen blazen. Waarom? Nou, kijk eens even aan hoe soepel deze auto's hier toch over de baan bewegen. Een grote DAF, een grote Mercedes en dan natuurlijk het prachtige Ribald team die hier ook achter de présence geeft. En deze mannen zijn natuurlijk niet voor een kleintje vervaard als over die grote heuvelige afstandduinen moeten. En let u op de flanken van al die ondernemers die deze machines weten te waarderen en te gaan sponsoren. Ik denk dat menig combijn hier nog wat van kan leren. De souplesse waarmee hier de bochten worden genomen. Ik denk dat het ook een stukje soepeler zit daar in de cabine dan menig piloot. En het Bastion team laat nog even zien dat ook een greppeltje voor hun een peulenschil is. Dan komen die mannen hier opnieuw natuurlijk voorbij geblazen. En die letten even op de technische vaardigheden van al deze mannen. Deze weten natuurlijk van volledig gas geven. En hoe harder ze gaan, hoe meer ze gaan schouderen, hoe groter de glimlachen in de cabine worden. Zo te zien rijden ze vandaag zonder navigator, Wim. Het lijkt me ook niet helemaal nodig, een navigator. Het is voornamelijk linksom met deze machines. Ja, en toch zien we links en rechts al een navigator zitten. Alleen Hofringa Cornelis, die kent het circuit natuurlijk op zijn duimpje. Hij hoeft daar helemaal geen last van. En hij volgt natuurlijk die twee grote machines die daar voor hem uitstuiven. En het is toch fantastisch dat ook deze mannen in hun vrije tijd achter de prestaties willen geven. Om hier al die duizenden achter de dranghekken te laten genieten van deze tak van sport. Inderdaad, ik zie toch inderdaad de navigators ook plaats hebben genomen naast de coureurs, chauffeurs, hoe we dit ook noemen. Of zoals Wim altijd zegt, de piloten van de Parijs-Dakar trucks. Ja, en ik had eigenlijk wel verwacht dat Harm wel twee of drie navigatoren zou tellen. Want ja, hij heeft gisteravond natuurlijk het bijzonder laat gemaakt. En natuurlijk heel veel cola's en andere alcoholische versnaperingen genuttigd. Ik kan dan ook zeggen, Wim, dat ik redelijk uitgeteld ben. Daarom ook de zonnebril op. Ja, en jongens en meisjes, mocht je morgen het eerste uur of het tweede uur les hebben van Harm, dan moet je niet te luidruchtig in de klas zijn. Dan denk ik wel dat Harm zegt, pak maar even je mobieltje, jongens, en geniet maar even op de digitale snelweg. En anders hoort er natuurlijk nog een klassieke film in, met natuurlijk de volume voor het allerlaatste. Dat snap ik en we gaan even weer kijken naar deze machines die hier op een geweldige wijze natuurlijk tekeer gaan. Misschien kun jij, want jij bent vrij lang en heel atletisch, kun je straks even een van die andere twee mannen even aan de micro krijgen. Misschien moet je gewoon even met je corpulente lichaam over zo'n zandduin stoppen. Even een grote glimlacharm en dan gaan we even luisteren naar jou. Uiteraard natuurlijk, mijn atletische vermogen zal mij zeker in staat stellen om zometeen even een diepte interview te houden met een van deze mastodonten. En natuurlijk, mijn corpulente lichaam zal ook daar een last van hebben, omdat ik zometeen 10 meter hoog over de drempel spring. Ja, want mocht u af en toe kleine trillingen op het aardoppervlak voelen, dan zou het maar zo kunnen zijn dat Harm, mijn medepresentator, daar de oorzaak van is. 3,6 op de schaal van Richter. Maar Harm maakt er niets uit. Het is de kiloknaller van Tinje. En bedankt. Kun je hebben, hè? Zeer zeker. De katerhoofs die maken hun rondjes natuurlijk nog af. En het lijkt allemaal zo soepel te gaan. En kijk eens even hoe ze de bochten aansnijden. Wat een tempo ze daarbij weten te accelereren. Of hoe ze het ook maar uitspreekt. En mogelijk dat ze verderop in het programma gaan leven een keer een donut willen gaan geven. Let u ook even toch even weer op de flanken van al die mastodonten. Want heel veel reclame wordt er natuurlijk het spat van deze vrachtwagens af. En ze zullen in het seizoen 2018 waarschijnlijk allen weer op reis gaan voor de Parijs-Dakar. En mogelijk ook de race in Marokko of Tunesië. Want het zijn
ware woestijnhappers. Als ik jou zo hoor, Wim, dan kan ik zelf beter de donuts links laten liggen vandaag. Dus graag daar even rekening mee houden. Ik zal mijn uiterste best doen, Harm. En u ziet deze machines op de baan, nu zwaar is of niet, deze hebben een dusdanige hoeveelheid pk's en een bepaalde gewichtsverdeling. Die blazen heerlijk relaxte rondes, terwijl op dit moment door het renniskwartier er nog koortsachtig gesleuteld wordt. En we hebben zojuist, ik heb u al eerder op de dag gemeld, dat Raoul Koos, de sympathieke Luxemburger met de nummer 51, helaas niet van start kon gaan. En zojuist krijgen we ook de afmelding binnen van de nummer 88, het team uit het Noorderveld, het geweld uit het Noorderveld. En Arjan Dijk en Martin Boeman, zij zijn niet meer in staat om hun machine hier in de arena te laten bewonderen. Zij hebben mechanische pech en zij gaan weer sleutelen om volgend jaar in het seizoen 2018 te beginnen in de Sint-Isidore Zoeken op de zondag na Hemelvaart acte de verzaal te kunnen gaan geven. Ik denk dat deze vrachtwagens wel genoeg benzine mee hebben genomen, of die zo natuurlijk, om hier nog een paar rondjes weg te geven, tot natuurlijk vreugde van ons aller publiek. En op dit moment worden de machines afgevlacht. U mag ze even een applaus geven, want ze nemen toch maar even de moeite om hier naar de tienje toe te komen, om hier naartoe af te reizen. Wij gaan zo dadelijk door met Mars 2 serie nummer 1.